Net was het heel hard aan het regenen en alles. En nu begint het zonnetje te schijnen. En dan kunnen we zo lekker gaan eten. Ben je met mijn meisje? Goedemorgen, het is woensdag en ik was per tijd uit bed. Ik heb me al getoucht, aangekleed, mijn haar gedaan, wat alweer half instort helaas. Mijn haar is, heeft geen structuur genoeg om, als ik het niet heel uitgebreid doe, goed te blijven zitten. Ik heb ook al een ontbijtje gemaakt. Ik heb lekker brood geroosterd met ham en ik heb thee, dus ik ga even ontbijten. Ik heb het eten ook al klaargezet, dus ik ben helemaal goed bezig. Gelijk de outfit van vandaag, want ik blijf dat vergeten. Top is van... Ben ik weer vergeten? Kan ik dat zo lezen? Oh, te veel haar. Kessus. Broek Levi's. Ook weer een mile high. Maar deze is natuurlijk met die dubbele band weer. Tas Michael Kors. Schoenen Max & Co. En oorbellen van Miss Oma. En ik heb al mijn spullen gepakt en ik ga zo de auto in. Mark komt er zelf heen, want die is aan het werk. Dus die zie ik daar. Even mijn route aan het instellen, want ik ben hier nog nooit naartoe gereden. Zo, die staat aan. Net was het heel hard aan het regenen en alles. En nu begint het zonnetje te schijnen. Ik moet best een stuk rijden, dus flesje water check. Alles bij me. Dus let's go. Van de afspraak, we moeten natuurlijk apart rijden. En ik ga nu richting Serra om Serra op te halen. En dan kunnen we zo lekker gaan eten. Oh, het staat hier bloeien koud zeg. Het is ook echt koud vandaag. Kouder dan dat ik had verwacht eigenlijk. Zo, let's go. Ik ben hier met mijn meisje en ik ben zo gelukkig. Is jou altijd zo? Nou, zij zit me altijd in de maling te nemen. Nu even lekker aardappeltjes als toetje eten. Ja, ach. Oh. Lekker niet. Dus, ik ben aangekleed. Mijn tanden poetsen. Oh ja. Met mijn tandpasta. Mama heeft deze voor me gekocht. Het ziet er heel erg uit, oom. Alsof deze voor jou is, maar ik heb hem lekker gekregen van mijn moeder. Dus zo ziet hij. Mijn tandpasta. Yummy. Ja, dat is yummy tata. Zo, dus ben ik klaar. Mama, ik ben klaar. Ik heb zo gezellig met Sarah op bed zitten kletsen, echt de hele tijd. En nu ben ik beneden en heb ik thee gezet. En aangezien ik de enige ben die wakker is, ga ik gewoon even lekker tv kijken. Geen zin in andere dingen. Oh, ik ben moe. Sorry. Ik ben echt moe. Can't help it. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik ga lekker slapen. Het was volgens mij wel een korte, niet echt veelzeggende vlog. Maar ja, het was gewoon druk vandaag. Dus ik wil je toch bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je dan even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.